deze nieuwe, snelle, extra video deze week. Ik heb vandaag weer een extra video in samenwerking met Ethos. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en denk je van, Ethos, extra video? Ik maak dus elke maand, één keer in de maand, een extra video die ik plaats op mijn kanaal in samenwerking met Ethos. Ik krijg dus elke maand met een heleboel andere mensen een opdracht van de Ethos. En rond die opdracht moeten we een video gaan maken. En dit keer was het dus sport. Dus ik ga vandaag voor jullie een sport make-up look maken. Ik denk dat heel veel van jullie al wel weten dat ik niet sport. Ik sport echt nooit. Ik wil wel gaan sporten en ik ben van plan om binnenkort te gaan sporten. Maar dat zeg ik altijd, maar ik hoop dat ik nu wel echt ga doen. Ik heb wel in het verleden gesport. De laatste keer dat ik nog actief sportte was 2 jaar geleden. Is dat wel een tijd geleden. Je hebt 2 soorten vrouwen. Of ja, eigenlijk 3. Je hebt 3 soorten vrouwen. Je hebt de vrouw die geen make-up draagt als ze gaat sporten. Je hebt de vrouw die een beetje make-up draagt. En de vrouw die gewoon full glam gaat sporten. I don't judge, do you? Misschien vind je daar wel een leuke man, hè? Ik viel in categorie 1, geen make-up. Ik ging ook naar een vrouwensportschool. Ja, mij maakt het niet echt per se uit hoe ik eruit zie. Ik deed gewoon niks op. En als ik al wat op had, dan haalde ik het er niet per se af of zo. Maar als ik erheen ging en ik had geen make-up op, dan ging ik me niet opmaken of zo. Wel begrijp ik dat heel veel vrouwen gewoon een beetje make-up opdoen om er toch een beetje beter uit te zien. Dus ik ga vandaag voor jullie zo'n look maken. Ik ga een look maken die ik zou opdoen naar de sportschool. Het is geen full glam zoals ik normaal doe. Het is gewoon een hele gymproof, sweatproof make-up look. Je moet ook met een aantal dingen rekening houden. Met zweten, want je bent heel actief en zo. Daar moet je ook allemaal een beetje je make-up op aanpassen. Dus ja, ik heb gewoon vandaag een beetje een paar tips en tricks die ik met jullie ga delen. Ik denk dat de video niet heel lang gaat worden. Mijn video's zijn meestal rond de 20 minuten. Ik denk nou misschien 10 minuten tot een kwartiertje of zo. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Oh, en vergeet niet te liken en te abonneren. En op het belletje te klikken naast abonneren. Zodat je altijd een melding krijgt voor mijn video's. Omdat het dus een samenwerking is met Ethos. Ga ik vandaag alleen maar make-up gebruiken die te koop is bij de Ethos. Niet alleen per se het Ethos make-up huismerk. Maar gewoon alle merken die gewoon daar te koop zijn. Het enige wat ik nou heb gedaan is een dagcrempje en mijn wenkbrauwen gedaan. Je wenkbrauwen mag je gewoon doen zoals jij ze normaal zou doen. Wenkbrauwen is gewoon heel persoonlijk voor iedereen. Ik persoonlijk. Ik doe mijn wenkbrauwen altijd zo, behalve als ik geen make-up op heb, dan doe ik ze gewoon niet. Ik ga mijn gezicht niet primen, want ik vind het echt een hele onnodige extra stap. Je kunt het wel doen als je dat fijn vindt. Bijvoorbeeld als je veel zweet, kun je een primer opdoen die misschien een beetje mat maakt of wat dan ook.Ik ga die stap overslaan. Ik ga ook geen foundation aanbrengen, want dat vind ik iets te dik en te zwaar om in te gaan sporten. Dus ik ga een BB cream aanbrengen. En ik heb hier de Ethos Hydrating BB cream in de kleur medium. Ik vind het ook fijn dat die hydraterend is, want ik heb een hele droge huid. Dus ja, dat vind ik persoonlijk altijd fijn. Een BB cream is altijd een stuk lichter dan een foundation, maar maakt je huid wel egaal zonder dat je echt een hele plamuur op je gezicht hebt en je voelt hem niet. Sommige foundations kun je echt heel goed voelen op de huid en dat heb je dus met een BB cream niet. Dus vandaar dat ik die opdoe. Vergeet niet ook je nek. Ook pak ik nou mijn oogleden mee. Normaal doe ik daar geen foundation. Omdat ik dan ook oogschaduw en alles ga opdoen. Maar nou doe ik dat niet. Dus ik neem die gelijk ook mee. Zodat het er niet raar uitziet. Anders is mijn gezicht bruiner dan mijn oogleden. Kijk, het valt gewoon bijna niet op dat ik nou iets heb op mijn gezicht. Maar hij heeft het wel ietsje egaler gemaakt. Heel lichtjes. En hij heeft mijn gezicht iets bruiner gemaakt. Hij is een beetje bronziebruin. En dat vind ik wel mooi. Dan ben ik niet zo'n bleekscheet. En ik ga ook de Maybelline Fit Me Concealer gebruiken in de kleur 20. Ik gebruik hier maar een heel klein beetje van. Gewoon echt hier om een beetje mijn wallen een beetje te bedekken. Normaal doe ik echt concealer helemaal in een driehoek. Bij mijn voorhoofd, op mijn neus, bij mijn kin. Nou doe ik dat allemaal echt heel minimaal. En ik doe het alleen hier onder mijn ogen en op mijn kin. En ook dit blend ik weer uit met mijn spons. Echt, ik raad je wel echt aan om niet te veel concealer op te gaan doen. Want als er één ding niet samen gaat met zweet, is het wel concealer. Zweet gaat je concealer helemaal laten creasen en zo. Dus doe echt maar een heel klein beetje hier onder je ogen. Daar komt ook bij de meeste mensen niet zoveel zweet. Dus dat is wel fijn. En dan zie je er toch iets beter uit. Iets minder moe en iets meer wakker. Ik weet ook dat veel vrouwen het fijn vinden om gewoon een beetje make-up op te doen. Zodat ze er gewoon een beetje goed uitzien. Om zich toch beter te voelen. En als je je beter voelt, wordt het sporten ook leuker.
Dus dan is het helemaal fijn om gewoon een beetje concealer op te doen. Want ik vind dat concealer het meeste helpt aan een mooie gezichtje. Je kunt ook de hele BB cream overslaan en alleen maar concealer doen. Oké, dan poeder. Ook een hele belangrijke stap, want je gaat zweten. Je gaat helemaal zo vettig worden. En je wilt gewoon dat je gezicht een beetje mat blijft en er een beetje goed uitziet. Ook gaat je concealer heel snel creasen, dus je moet altijd wel een beetje poeder gebruiken. Ik gebruik de L'Oreal True Match poeder. Ik heb hem in de kleur 3D/3W. En dan met een kwast breng ik het eerst onder mijn ogen aan, waar ik de concealer had gedaan, zodat hij niet gaat creasen. En dan met een hele grote kwast breng ik het gewoon heel snel aan over mijn hele gezicht. Ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je sportlook makkelijk en snel te maken is, want je hebt geen zin om je een half uur te gaan zitten opmaken voordat je kunt gaan sporten. De look die ik dus vandaag maak kun je echt doen binnen echt maximaal 10 minuten. Ik doe dit misschien echt in 5 minuten. Oké, dan de ogen. Ik doe niks van oogschaduw, eyeliner, al die zooi doe ik allemaal niet. Daar hebben we allemaal geen tijd voor. Heeft ook geen nut als je gaat sporten. Als je toch enigszins iets van kleur wilt hebben op je ogen, pak dan een blush of een bronzer en breng gewoon een beetje kleur aan in je arcadeboog. Maar ik ga dat niet doen. Wat ga ik wel doen is mascara, want dat verandert echt heel veel aan je gezicht en aan je ogen. En je ziet er dan echt een stuk beter uit. Je ogen gaan meer open. En dat allemaal met alleen maar een beetje mascara. Ik heb hier de Essence You Better Work Volume & Curl Mascara. Dit is van de sportlijn van Essence. Die is net nieuw. En ze hebben een hele lijn die echt gemaakt is voor mensen die gaan sporten met make-up. Het is een gymproof en waterproof mascara. Dus dat lijkt mij ideaal voor als je gaat sporten. Vaak als je zweet en zo gaat heel je mascara uitlopen. En als je één ding niet wilt is dat. Want je maakt je op om je beter te voelen en om er wat beter uit te zien. En ja, als dan je mascara over je hele gezicht zit, zie je er echt niet meer uit. Dan had je gewoon net zo goed geen make-up op kunnen doen. Dit is by the way de eerste keer dat ik deze mascara gebruik. En ik vind hem fijn. Ik heb bijna geen wimpers. Ik heb het echt al 100 keer gezegd. Maar je kunt gewoon nou mijn wimpers een beetje zien. En dat heb je echt bijna nooit. Dus hij maakt ze heel mooi en gekruld. Dat staat ook op het flesje dat hij ze krult. En dat doet hij ook echt. Ik ben echt impressed. Ik vind hem echt heel goed. Let by the way wel op met waterproof mascara's. Is dat ze moeilijk van je wimpers afgaan. En je wilt niet dat al je wimpers afbreken als je je make-up eraf haalt. Dus zorg ervoor dat je je mascara eraf haalt met echt iets wat echt speciaal is gemaakt voor waterproof make-up. Anders ben je zo al je wimpers kwijt. Ik ga ook mijn wimpers krullen. Dus ik laat ze eerst even een beetje opdrogen. Krul je wimpers niet als ze nog nat zijn, mensen. Ik doe het echt altijd pas als ze zijn opgedroogd. Veel mensen doen het ook voordat ze mascara opdoen. Dat is wel de meest veilige manier voor je wimpers. Bij mij heeft het niet echt nut. Dus ik doe het altijd als ik al mascara op heb. Dit waren altijd mijn twee favoriete Essence mascara's. Maar ik moet zeggen dat deze... Ik vind deze nou echt de beste. Oh my god. Ik weet niet of ze ook een geen waterproof versie hebben. Want ik hoef niet altijd per se waterproof. Oh my god. Ik weet mensen, ik heb echt geen wimpers. Maar ik vind hem echt, echt heel mooi. Ik ben echt impressed. Voor mij is het nou echt zo raar om een make-up look te maken zonder nep wimpers. Oh my god. Ik vind het echt vreselijk. Ik wil altijd nep wimpers op. Normaal doe ik ook mascara op mijn onderste wimpers. Nu doe ik dat niet, want als je gaat sporten is het toch wel vaak de mascara hieronder die heel erg smutst. Als het kan, sla dat gewoon over. Doe het gewoon alleen maar boven, zodat het hier gewoon helemaal mooi clean blijft. Het is ook wel leuk om een beetje iets van kleur terug te brengen in je gezicht. Want nou is mijn gezicht wel echt één platte bedoeling. Het is gewoon één beige kleur en er komt niet echt dimensie in of wat dan ook. Dus ik doe ook een beetje blush en een lipbalmpje. Ik heb hier iets wat je kunt gebruiken als lipbalm en als cream blush. En dat is de Ethos Lip Balm. Deze is roze en is in de kleur Girly Girl. Deze lipbalm, hij wordt niet zo verkocht of zo. Maar ik persoonlijk gebruik die ook als cream blush. Dat kan heel vaak met dit soort lipbalmpjes, want ze zijn gewoon roze. Dus je kunt ze ook gewoon heel makkelijk gebruiken als cream blush. Ik moet wel erbij zeggen, als jij iemand bent die altijd hele rode wangen krijgt bij het sporten, sla dan deze stap over, want anders word je één grote aardbei. Deze Ethos Lip Balm vind ik ook speciaal fijn omdat hij niet heel roze is. Kijk, als je hem gewoon zo één keer aanbrengt
is hij echt heel licht van kleur. Ik heb hem hier een aantal keer aangebracht. Dus je kunt de kleur echt opbouwen. Maar als je hem gewoon één keer aanbrengt, is het gewoon een hele lichte roze kleur. En dat is extra fijn voor als blush. Wat ik dan doe, is gewoon met mijn middelvinger eroverheen. Dan gewoon hier een beetje bij de appeltjes van mijn wangen een beetje kleur aanbrengen. En begin gewoon met een heel klein beetje, zodat je het gewoon echt kunt opbouwen. Ik vind dat als je gaat sporten, het fijner is om een cream blush aan te brengen, omdat die niet zo opvalt als een poederblush. Een poederblush is toch best wel veel kleur en best wel heftig. Terwijl een cream kun je gewoon heel makkelijk opbouwen en gewoon zoveel aanbrengen als je wilt. Ik wil niet echt heel veel. Ik wil gewoon echt een heel klein beetje kleur en meer niet. Kijk, nou heb ik toch een beetje kleur in mijn gezicht. Ik vind dat wel mooi altijd. Bronzer en highlighter sla ik allebei over. Highlighter, je zweet is al jouw highlighter. Dus die hoef je niet extra op te doen. En bronzer mag je doen als je dat wilt. Is gewoon een extra stap die ik niet ga doen. En als je dan klaar bent met je wangen, kun je hem gewoon heel makkelijk op je lippen aanbrengen. Je hebt hem in twee kleuren. Je hebt ook een blauwe en die geeft geen kleur af. Dus als je hem niet per se als blush wilt gebruiken, kun je ook die halen. En dan breng je die gewoon aan op je lippen en dan komt er helemaal geen kleur van af. Maar ik vind het wel leuk als er een beetje kleur van afkomt. Want dan kan ik hem ook als blush gebruiken. Hij is ook super klein, super makkelijk to go. Je kunt hem gewoon meenemen, opdoen wanneer je wilt. Gewoon super makkelijk. Nou, nadat je dit hebt gedaan in 5 à 10 minuten... lekker snel. Dan is de laatste stap fixing spray, zodat alles gewoon een beetje goed blijft zitten. En het helpt ook een beetje tegen je zweet. Hangt er vanaf welke je gebruikt. Ik heb hier ook van de sportlijn van Essence, de Essence You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Er staat dus op dat hij anti-shine is en sweat resistant. Dus dat hij ervoor zorgt dat je zweet niet alles verpest en dat je niet helemaal zo zweterig, viezer uitziet. Viezerig. Ik wilde zeggen viezerig. Dus deze ga ik eventjes opdoen. Ik kan jullie alleen niet vertellen of deze echt nut heeft, want ik sport niet. Dus ja, ik zou zeggen haal hem, ga sporten en vertel ons of het echt nut heeft. Ik vind hem wel echt super verfrissend. Hij is best wel koud. Kouder dan een normale fixing spray. En ja, dat is wel fijn. Ook misschien voor tijdens het sporten. Als je het helemaal warm hebt en heet hebt en helemaal zweet. Dat je dan een beetje zo spreekt en dan ben je weer een beetje verfrist. Nou, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Voor al mijn vaste abonnees die ook mijn andere video's hebben gezien. Ik hoop dat het ook leuk is om een keer zo'n soort look te zien. Gewoon een meer naturel alledaagse look in plaats van altijd maar de volle plamuur. Zoals ik al zei, het is een hele snelle, makkelijke look. Ook heel fijn voor gewoon alledaags. Het enige wat ik zou toevoegen als ik dit zou gebruiken als een alledaagse look is een bronzer en highlighter. En ja, meer niet eigenlijk. Misschien ook nep wimpers, maar dat is echt een persoonlijke voorkeur. Ik hou gewoon van meer wimpers. Ik ben ook echt heel benieuwd naar alle mensen die nou kijken of jullie make-up dragen bij het sporten. Draag je helemaal geen make-up of een klein beetje make-up als dit? Of echt gewoon een full glam, full face make-up? Let me know beneden in de comments. En ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, dit was dan het einde van de video. Je kunt hier op mijn gezicht klikken om te abonneren. En ik plaats ook 2 video's hier die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt aanstaande zondag om 1 uur. En ik hoop oprecht dat jullie hebben genoten van deze extra video. Doeg!